Oh, wat een mooie hoed. Oh, wat een mooie hoed. Zo mooi. Oh, ik wou dat ik zo'n hoed had. Maar ik heb al deze en die is ook super mooi. Change my mind from staying low to positive. Hey allemaal en welkom bij een nieuwe Let's Play. Vandaag ga ik de missies weer verder doen. En ja, ik heb een geweldige muts op, ik weet het. En muts, het is een hoed. Ik heb een geweldige hoed op, dat weet ik. En we gaan die quest doen. Ja. Kijk, hij heeft ook een hele mooie kerstmuts op. Maar ik heb een mooiere, ik heb een mooie roze. Kijk maar. Oh, zo mooi. Oké, we gaan naar voor Pinta. Want daar moeten we naar James toe, of zo. Zag ik. Even kijken. Ja. Nou, weet je, ik ben lui. Ik pak gewoon de trailer. Dikke doei. Denk maar niet dat ik ga rennen. Voor Benta. En, oh ja, ik ben echt heel blij met de 300 abonnees. Ik heb er 300. Nu, ja. Oké. En zoals ik had beloofd, ga ik bij de 300 abonnees een fanmeeting houden. En die heb ik nu. Dus ik ga een fanmeeting houden. Dus wat ik aan jullie wil vragen is of jullie misschien even in de reacties willen zeggen op welke dag en rond welke tijd jullie het ja, beste kunnen. Het is het best als je meerdere dagen opzet dat je kan ofzo, want dan heb ik ook meer kans dat de meesten kunnen. Dus zet maar gewoon de dagen neer en de tijden wanneer je kan. Want dan kan ik even goed kijken wie er kan en wie niet. En dan kan ik de juiste datum kiezen. Wauw, moet ik serieus op de stallen letten? Wat is hier leuk aan? Niks. Er gebeurt helemaal niks. Waarom zou ik op de stallen moeten letten? Ik bedoel, er zijn zat met andere mensen die hier rijden en die hier wel op die stal letten. Als ze met een paard bezig zijn en alles. Moet ik er weer op gaan letten? Tuurlijk, ja. Ja, tuurlijk. Waarom niet, hè? Tuurlijk. Laat ons dat maar weer oplossen, hè? Terwijl er zat mensen zijn daar. Ach ja. Oh, ik moet de sneeuwpop inspecteren. Nou, ik ben streng, hoor. Waar is je sneeuwpop dan? Godver, waar is die sneeuwpop? Moet je wel zeggen waar die sneeuwpop ligt? Oh, het Westelijke Plein. Ja, wat is het Westelijke Plein? In Zilverkleedorp. En dat zeg je nu. Oké, tuurlijk. Waarom neem ik, wou ik de trailer nemen als ik gewoon een paardentaxi kan bellen? Zo dom. Ik krijg geen geld uitgeven als het niet nodig is. Ben je gek? Oké. Ja. Laten we die sneeuwpop even gaan inspecteren. Oh, dat is deze zeker. Nee, dat is deze niet. Oké. Andere sneeuwpop dan. Ook goed. Deze sneeuwpop. Oh, wauw. Hij heeft niet eens een neus. Oh, gelukkig hoef ik niet helemaal naar James toe. Anders zou ik echt boos worden. Als ik weer helemaal terug moet. Ja, een neus voor de sneeuwpop. Een gezicht voor de sneeuwpop en een bezem voor de sneeuwpop. Lijkt me ook wel, anders is het niet echt een sneeuwpop, hè? Duh. Oké. Een handvol stenen. Zoek een handvol stenen bij de muren van Zilverkleed Dorp, oké. En de rest moet ik allemaal met praten, oké. Laat ik eerst wat stenen gaan zoeken. Ja, daar. De stenen die je hebt gevonden zijn goed genoeg voor het gezicht. Oké, van. Oké. Best. Ik vind het prima. Wauw. Nou, hij wordt al een stuk leuker. Kom op, zeg. Drie bollen op elkaar doen is toch geen sneeuwbol? Serieus, wat denkt Sterstable? Wat denkt het raadslid? Dat drie bollen sneeuw op elkaar ineens ook een echte sneeuwpop is? Nee. Oké,
En waar halen ze die sneeuw vandaan? Er ligt hier niet eens sneeuw. Het moet wel nep sneeuw zijn, want dat kan niet anders. Ik bedoel, zie jij hier sneeuw? Ik zie geen sneeuw. Dus het moet nep sneeuw zijn wat ze gebruiken. Het kan niet anders. Toch? Heb ik gelijk of heb ik gelijk? Ja, ik heb gelijk. Nee. Oké. Okay. Zoeken naar wortels? Nou, volgens mij hoef ik niet te zoeken. Ik zie allemaal van die dingen. Aan het zoeken. Oh, blijkbaar moet ik toch... Die wortel is niet goed genoeg. Nou, wat kieskeurig. Zoek een andere. Oh. Perfecte wortel. Steek hem in de sneeuwpop. Steek. Dat klinkt zo onaardig. Steken. Ja, laten we even gaan steken. Laten we even die sneeuwpop dood gaan steken. De wortel. In zijn neusding. Of zoiets. Ja, waarom niet, hè? Ja. Waarom zou je normaal doen als je ook gewoon gewelddadig kan zijn? Tuurlijk. Tuurlijk. Oh. Aan het plaatsen. Zo, we hebben even een wortel in zijn gezicht gestoken, hoor. Ja, zo zijn wij. Mensen doodsteken met wortels. Nou. Ik ga gewoon met de trailer ook als Moordland heel dichtbij. En... Ja, yeah. Gewoon, ik ben lui. Oh ja, en als volgende week de IJslanders uitkomen, dan ga ik er sowieso in kopen. Wow, wat was zij aan het doen? Ze ging echt helemaal zo schuin. Dat klopte niet helemaal. Volgens mij. Of het moet aan mij liggen, maar nee, denk ik niet. Ligt aan sterrenstabel. Ja. Ik weet zeker, het ligt aan sterrenstabel. Yep. Oké. Okay. We gaan naar Holdsworth. Die eigenlijk al dood is gestoken door... dood is geprikt door Lisa, maar oké. Okay. Wow. Ze was een geest. En... Oh, ik weet waarom ze een geest is. Ze is een geest, want... Ja, Lisa heeft haar dood gestoken. Dood geprikt, bedoel ik. Dus, eigenlijk is het een geest waartegen wij praten... Dus jongens, kijk allemaal uit. Mevrouw Holdsworth is een geest, want ze is al doodgeprikt door Judith. Ik bedoel, Lisa Discofield. Dat ding moet ik pakken. Are you serious? Weet je, ik ga hier gewoon wachten. Ik ga niet als een malle erachteraan rennen. Ik bedoel, waarom zou je het moeilijk doen als het ook gemakkelijk kan? En nou ja, ik had vandaag bij mentoruur had ik een soort van oefentoets. Eigenlijk een toets om te oefenen of het programma voor mijn eindexamen het goed doet. Dus ik mocht gewoon allemaal alles invullen. Maakte niet uit wat ik invulde. Dus ik vond van ik dacht gewoon zo, klaar. Dus ja... Yeah. Dat was niet zo erg. Alleen dat ik liever gewoon mentoruur had dan zo'n toets maken die ik niet eens serieus hoef te maken. Maar goed. En ik heb vandaag mijn rapport ook gehad. En ja, ik sta voor alles voldoende, dus het gaat goed. Moet ik hier nou serieus voor afstappen? Hallo, bezem. Ik heb hier een bezem. Hey, eindelijk. Amira stond gewoon in de weg. Dat is het. Altijd weer die Amira weer, hè? Altijd die Amira's die dat doen. Nee, grapje. Zet de hoed op de sneeuwpop. Oh, wat een mooie hoed. Oh, wat een mooie hoed. Zo mooi. Oh, ik wou dat ik zo'n hoed had. Maar ik heb al deze en die is ook super mooi. Super mooi. Iedereen wil zo'n hoed hebben. Iedereen kan hem ook kopen.
Maar nee, ik ben de enige met zo'n hoed. Eigenlijk dus totaal niet, maar oké. Wauw, ze hebben uitval. Uitgelocht, ingelocht. Ah, oké. Moesten we naar het winkelcentrum? We gaan naar het winkelcentrum toe. En die paardenmarktmissies zijn niet zo belangrijk. Even kijken. Oké, ik was hier let's play van Judith aan het kijken. Ja, we moesten naar de bus toe. Dus dan moeten we die kant op. Oké. Laten we met de bus gaan. Oh, serious, is de boot. Zeg ik weer boot? Is de bus net geweest? Serieus? Oké, ik ben zo terug als de bus er is. Oké, de bus komt eraan, dus we gaan eventjes afstappen. En ik was ondertussen even die let's play van Judith aan het kijken. Lieve Disco Wild. Judith. Allebei. Allebei, ja. Ze is één persoon. Oh ja. Yeah. Ze heet in het echt Judith, dus ze is één persoon. Logica. Ik ben een beetje droog. Maar boeien. We gaan deze missie doen van die conciërge. Vrolijk kerstfeest hier en daar. Het is overal lijkt het wel. Ja, dat is het ook. Oké. Ga niet lezen. Pak de doos met decoratie. Waar is die doos met decoratie? Decoraties dan? Is die serieus hier niet? Op de kaart. Derde verdieping. Wauw, er is een keer een quest waarna je naar de derde verdieping moet gaan. Nou. Dat is echt een wonder. Nou, laten we even naar de derde verdieping gaan dan en dat ding gaan zoeken. Met onze mooie hoed. Met mijn mooie hoed. Mijn mooie hoed hoor, niet die van jullie. Afblijven jullie. Mijn. Oh, daar is de doos. Hebben. Ik hebben. Heb de doos met kerstdecoraties gepakt. Keer terug naar de conciërge. Oh, de kerstdecoraties. Dat is niet zo interessant. En we lopen weer de trap af. Wat zo saai is. En het is niet eens een echte trap. Want het is een rollende trap. Ha. En ik ging ook nog eens door dat hek heen. Zo onrealistisch. Maar goed. Dan had dat ding al lang om moeten liggen. Maar oké, ja, laten we maar verder gaan op op de tweede rollende trap. Ja, we hebben toch niks beters te doen. Dus ja, laten we dan maar over de rollende trap gaan, hè? Ja. Oh, ik moet de doos hier neerzetten. Laten we die even daar neerzetten. Oké, dat hebben we gedaan. Wat nu? Oh, we krijgen opeens drie opdrachten. Fijn. Zo fijn. Oké. Moet ik weer naar de derde verdieping? Versier het podium in het winkelcentrum en praten met de conciërge. Oké. Wat moet hier? Kerstdecoraties. Oké. Kerstezel of wat dan ook. Kerstdecoraties. Nee, niet kerstmunt. Kerstmunt is van mij. De kerstdecoraties hangen al. Praat met de conciërge. Ja, hallo. Ik moet die andere twee dingen nog doen. Die moet ik nog doen. Door dikke rode muur. Praat met de conciërge. De laatste. Praat dan met de conciërge. Oké. Oh, daar. Ja, daar zag ik toch zomaar even mooi dat ding, hè?
De kerstdecoraties hangen al. Praat met de conciërge. Dat zei je net ook al, volgens mij, dus... ja. Dat hoef je niet bij elk ding te zeggen, hoor. Oh, moet ik daarvoor wel naar boven? Oh, oké, fijn. Laten we maar boven gaan dan, hè? We hebben toch niks beters te doen, dus ja, laten we dat maar doen. Ja, hierheen. Jij versierde. Nou. Het is wel knap dat ik daarbij kan. Ik kan beter van onder zo'n ladder pakken en dat dan ophangen. En dan van bovenaf hier ophangen, want ik heb er toch amper bij. Ik bedoel maar, dat kun je niet. Dat gaat gewoon niet. Oké, hier misschien, dan snap ik het wel, maar daar kun je het gewoon met een trap doen. En die oranje plek klopt totaal niet. De kerstdecoraties hangen al. Praat met de conciërge, dat zei je al de hele tijd. Ik heb het al 2 keer gezegd, het is al de 3e keer dat jij dat zegt. Weet je niks anders te zeggen of zo? Hallo, die kerstdecoraties hebben toch wel een naam, neem ik aan. Of ligt dat aan mij? Nee, dat ligt niet aan mij. Denk ik. Hoop ik. Mag ik hopen? Praat met de conciërge. Oh, interessant. Jee, we mogen praten. Nou, 3 missies hoor. Bij Gordon. Bezorg de paardenspullen bij Alex. Breng het pakketje naar Clementine. Wauw, die stripjes. Die stipjes zitten ook echt precies allemaal bij elkaar. Hè? Ik heb precies zien waar je heen moet. Oh, Sigrid moet ik nou voor serveerster spelen? Hallo, ik ben geen serveerster. Wat denk jij? Bedankt. Dankjewel. Waar is de volgende klant dan? Hallo? Zitten die buiten? Are you serious? Daar zitten nooit mensen. Hoezo zitten daar opeens nu wel mensen? Oh my god. Ik snap echt helemaal niks van de sterrenstippel logica, maar oké. Moet ik nou serieus ook over afwasser spelen? Waarom? Echt, ik snap het niet. Hallo, ik ben in dit spel niet gaan spelen om vervolgens de afwas te gaan doen. Wat denkt Sirstable wel? Anders had ik heus wel een afwasspel gekozen, als die er was. Ik weet niet eens of die er is, maar laten we het daar maar niet over hebben. Hallo, staat er... Heb ik een serveerschot op? Om of zo? Nee. Waarom moet ik dit dan allemaal doen? Oh, geweldig. 5555 jorkzin. Geweldig. Wacht. Wat stond daar? Veeg de zonder E. Tuurlijk. Tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Oh my god. Tafel is schoon. Eventjes vegen en ik ben klaar. Ja, ja, met je hand. Ook zo hygiënisch. Met een paard ga je hand schoon. Ja, ja, ja. Ja, tuurlijk. Nee, tuurlijk. Logisch, ja. Dit is toch echt een doek? En daar maak ik dat ding niet mee schoon. Ik zie toch echt geen theedoekje, hoor. Oh my god. Of doek of theedoek, wat dan ook. Tjus. Bedien de klant met wat ze hebben besteld. Serieus, hallo, ze hebben... Dit is nu al een 3e bestelling. Ik weet niet hoeveel honger ze hebben. Maar het is avond, dus ik zou niet zo zeur. Klanten. Hallo, als het goed is heb je al lang avond gegeten. Want dat is, even kijken, 9:45. Dus... Ja. Als die anderen maar ook niet zo lang zijn, want het duurt allemaal lang. En dat is een beetje saai. Oké, waar zijn die mensen? Gordon. Deze is voor Gordon's kledingwinkel. Oh, dat moet dan daar zijn.
En die anders is dan zeker voor de paardenwinkel of zo. Ja. Ik hoop de winkel hier beneden en niet boven. Beneden en boven zijn allebei paardenwinkels. Ja, serieus. Daar was ik dus al bang voor. Ik moet hier allemaal klusjes gaan doen. Alsof ik dat leuk vind. Ja, tuurlijk vind ik leuk. De doos is leeg. Interessant. Nieuwe jurken. Oh my god. Wauw. Moet ik hier nou weer doen? Nieuwe jurkjes opgepakt. Nieuwe sweaters opgepakt. Nieuwe sweaters opgepakt. Nieuwe sweaters. Sweatshirts. Oh my god. Hier. Nieuwe jurk. Oh, tuurlijk. Nieuwe jurkjes opgepakt. Nieuwe hoeden. Nieuwe mutsen opgepakt. Tuurlijk. Ja. Haal de correctiemaat. Deze jurk is in de goede maat. Oké. Okay. Wauw, waarom kan je niet door die doos heen lopen? Ik kan door van alles heen lopen, maar die doos niet. Ja, oké. Okay. Oeh, ik mag achter de toonbank. Oh, dat vind ik leuk. Laten we even een cadeautje gaan inpakken. Ja, dit ziet er ook echt uit alsof we een cadeautje inpakken. Oeh, wat mooi. Ik werk hier niet eens. Ik wil hier wel goed voor betaald worden hoor. Anders pik ik het niet. Oké, ja. En nu? Oké, conciërge. Let's go. Yep, gelukkig, het is niet boven. Moet ik hier natuurlijk ook weer klusjes gaan doen. Verzorg de winkel terwijl Alex naar de wc is. Wauw. Ja, ik verzorg hem ook echt. Er komt niemand. Oh, nou komt opeens iemand. Hey, kun jij mij helpen met het zoeken van een zadelpad? Ik denk dat ik deze neem. Bedankt voor jouw hulp. Interessant. Heel interessant. Ik ben er weer. Bedankt voor de hulp. Ik ga weer verder. Mijn moeder was de hele tijd in de gang. En dat is een beetje irritant als je dat hoort op de achtergrond. Dus ik moest wachten tot mijn moeder wegging. Maar ja, daar hebben jullie niks van gemerkt. Hier, bij jullie gaat gewoon een let's play door. Dus. Ja. Ik moest wachten. En jullie konden gewoon lekker verder kijken. Nu. Ja. Helemaal. Zo, die moest daar. Weet ik veel. Ik heb toch geen verstand van deze winkel. Bezorg de bezorging. Pak de bezorging uit. Bezorg de bezorging. Nou. Geef de handtekening aan de conciërge. Oeh, we krijgen veel cadeautjes vandaag. Ik krijg nog één missie. Ja, komt goed. Praat met de conciërge. Ja. Oké, waren dat de missies? Ja, we hebben één klokje en dan hebben we nog de paardenmarktmissies. Ja, ik ga naar de kerstman. Ik wil cadeautjes. Maar eerst ga ik mijn fjord pakken. Ik heb zin om op hem te rijden. Dus dan gaan we hem even pakken. Let's go. Mijn oortjes liggen hier. Interessant. Ja, dat weet ik. Heel interessant. Ja, mijn fjord. Laten we mijn fjord gaan pakken. Laten we dat eens gaan doen, hè? Hé? 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 Laten we ons fjord gaan pakken. Hé, hey, pst. Laten we dat doen.
Ja, dat gaan wij doen. O ja, en mijn Cold King is de helft van level 13. Dus nog anderhalf leveltje en dan is hij level 15. Maar ik train best langzaam. Anders is hij zo snel level 15 en dan heb ik niks meer te trainen. Dus, ja, dat is de reden. Nou, ik dacht, waarom heb ik nou snelheid 39? Maar dat komt natuurlijk door die muts. Lol. Oké, laten we naar de kerstman gaan. Eerst naar Nilmus Hoogland. Hoogland, land. Oh, ik ben moe. Weet niet waarom. Ik moest gapen. Dat is interessant. Om te weten. Ik weet dat ik ben nogal droog. Maar. Zit trouwens nu even op de andere server. Strawberry Meadow. Ik weet niet eens hoe je het uitspreekt. Maar. Ja, gewoon. Omdat ik zin had om op deze server te gaan. En ja. Maar de fanmeeting komt sowieso gewoon op Misty Mountain. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. En hoef je dat ook niet meer te vragen. De fanmeeting komt dus gewoon op Misty Mountain. Server. Maar ik weet nog niet lang niet wanneer. Ik bedoel op welke dag. En ik weet ook niet op welke dag jullie het beste kunnen. Dus dat moet jullie nog maar even zeggen in reacties. En ja. Voor de rest weet ik het niet. Echt. Nee. Kom op, Tyler. Schiet nou eens op. De bende paardentaxi. Oh, wacht, dit is geen paardentaxi. Slim. I know, ik ben slim. Ik ben super, super slim. Wat hebben zij veel uitval dan? Of valt dat nou ook wel weer mee? Of valt ook nog wel weer mee? Maar Elise heeft de meeste uitval. Elise toch? Ik niet kunnen. Paarden met missies ga ik nu niet doen. Daar heb ik nu geen zin in. Bla 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 bla. Ik wil dat rendier. Dat is echt geniaal. Echt geniaal. Drie fragmenten vormen samen een kerstmunt. Yeah, we krijgen vijf cadeautjes. Dat is één cadeautje. Dat is twee cadeautjes. En toen konden we niet meer cadeautjes pakken. Dus moeten we even een rondje rennen om de boom heen en om de fontein heen. En dan komt dat rondje er weer tevoorschijn. En we hebben drie cadeautjes. En we hebben vier cadeautjes. En we hebben vijf cadeautjes. Oeh, mandarijnen. Oeh, daar heb ik wel aan. Die heb ik al. Die weet ik niet of ik die heb. Ja. Nee. Die heb ik volgens mij ook al. En die weet ik niet. Maar die ga ik even verkopen. Ik was maar twee. Twee Yorkshillings. Nou, wat een fortuin. Nou. Laat ik eens even kijken of ik die heb. Ben de paardentaxi. Oh my god, ik kan niet zingen. Waarom doe ik het? Eigenlijk moet ik Elise er gewoon eventjes onder zetten. Een keer. Ooit. In mijn leven. Ja. Fuck mijn leven. Nee, fuck mijn life. Fuck mijn leven. Mooi Engels-Nederlands. Even kijken. Schoenen. Die staan hier. En dan. Het zou best kunnen dat ik die heb. Maar ik weet natuurlijk niet allemaal uit mijn hoofd wat ik allemaal heb. Yep, die heb ik. Die kan ik verkopen. Die. Heb ik die? Hoe heet die? Nee, die. Roze ballerina schoenen. Even kijken hoor. Nee, die. Oké, die heb ik nog niet. Die kan hier tussen.
Oh, die is één te ver. Terug, jij. Die. Ik denk wel dat ik die heb. Wacht even. Vergelijken. Ja, die heb ik ook. En die had ik al. Oké, die twee dingen gaan we verkopen. En dan ga ik de LP afsluiten. LP. L en een P. Maak samen LP. Wauw, weer wat geleerd vandaag. Nou. Oh, wat een fortuin brengt dat op, joh. 150, volgens mij. Oh my god. Wauw, zoveel. Dus niet. Dus totaal niet. Maar ja, ik hoop dat jullie de Let's Play leuk vinden. Ik hoop dat jullie de Let's Play leuk vinden. Ik kom niet eens uit mijn woorden, joh. Ik ben echt lui. Nou ja, ik hoop dat jullie leuk. Waarom lukt het niet? Ik hoop dat jullie Let's Play leuk vonden. Hopelijk kijken jullie de volgende keer weer en komen jullie op de fanmeeting. De dag is nog niet bekend, maar dat komt nog wel. En ja, dan zie ik jullie graag bij een volgende Let's Play. Doei doei!